Ik heb toch niet de indruk, Eddie, dat dat een studeerhouding is, hè? Goedenavond, iedereen van harte welkom. We hebben in ons midden onder andere Sophie. En ik denk dat Sophie ons gaat informeren over de stand van zaken. Ja, dat is een vreemde bewoording van het dossier of van eigenlijk de problematiek van de opvang van de mensen uit Oekraïne. Sophie, misschien aan u het woord geven. Jij gaat waarschijnlijk iets delen. Ik zie al iets bewegen. Voilà, en we luisteren volledig naar u. Alsjeblieft. Ja, voilà. Goedenavond allemaal. Dus welkom allemaal op deze tweede uiteenzetting rond de vluchtelingencrisis in Oekraïne. Natuurlijk, zoals elk van jullie, had ik gehoopt dat we elkaar geen tweede keer moesten treffen. En dat die vreselijke oorlog intussen een einde zou gekend hebben. Maar vandaag zijn we opnieuw samen. Ik ben wel heel blij om te kijken dat er weer opnieuw zoveel volk aanwezig is om vandaag naar deze uiteenzetting te luisteren. Dus ik heb inderdaad een korte presentatie voorbereid. Ik denk dat ik mezelf niet meer moet voorstellen, maar ik zal het toch even kort doen. Ik ben dus Sophie Strouwen. Ik ben directeur sociale zaken en sinds begin maart ben ik ook coördinator voor de vluchtelingencrisis voor de opvang en de begeleiding van Oekraïense vluchtelingen op het grondgebied van Sint-Truiden. Ik wil jullie vandaag starten, iedereen ziet de presentatie, denk ik, inleidend, niks nieuws. Ik start altijd graag met een korte inleiding. Zoals jullie wellicht weten, zijn er vandaag al bijna 6 miljoen Oekraïners op de vlucht. Ik heb hier op deze eerste slide eventjes de evolutie weergegeven van maand tot maand. En we zijn sinds 24 februari is die Russische invasie gestart. En tot op vandaag zijn we dan aan een kleine 6 miljoen mensen die intussen op de vlucht zijn. Wanneer we kijken naar België, naar de registraties in Brussel, dan zien we dat we vandaag op een dikke 40.000 registraties zijn. Dus ongeveer een 40.000 Oekraïense vluchtelingen die zich vandaag in Brussel hebben gemeld voor het aanvragen van dat attest tijdelijke bescherming. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus dan zitten we vandaag op 40.000. Die verhouding, als we dat eventjes kijken, dat zijn meer mannen dan vrouwen. En ook meer volwassenen dan minderjarigen. En we zien dat ongeveer een kwart van de mensen dat zich aanmeldt in Brussel nood heeft aan opvang. De overige mensen, ja, die komen vaak naar familie of vrienden die zij kennen in België en daar ook kunnen verblijven. Als we kijken naar de niet begeleide minderjarigen, dan zitten we vandaag dus op nationaal niveau op een 490-tal. Als we dan eventjes kijken naar die registraties, dan zien we dat we in Brussel eigenlijk een piek hebben gekend in de maand maart, waar we eigenlijk op 1500 registraties per dag zaten met piekmomenten tot 2000. In april hebben we dan een kleine terugval gezien en we gaan ook die evoluties, die gaan we dadelijk, wanneer ik de cijfers van Sint-Truiden ga overlopen, dan gaan jullie ook zien dat we die pieken en die dalen ook in de cijfers van Sint-Truiden terugzien. Dus in april hebben we dan een kleine terugval gehad in Brussel, waarbij men ongeveer op 500 registraties per dag zat. Voor de eerste week van mei zagen we dan opnieuw een kleine toename. Net zoals de vorige keer heb ik de presentatie opgebouwd rond een aantal thema's. Ik heb die opbouw aangehouden. Ik denk dat dat voor iedereen een duidelijke manier was. Dus ik ga rond diezelfde thema's vandaag de presentatie opbouwen. Ik ga proberen om de richtlijnen die er vandaag zijn, waarbij ik mij vooral ga focussen. Dus ik ga niet hetgeen wat ik de vorige raadscommissie allemaal heb uiteengezet, ik ga dat vandaag niet allemaal herhalen. Ik ga mij proberen te focussen op de dingen die er veranderd zijn ten opzichte van de vorige keer. Ik ga jullie natuurlijk ook meenemen in de acties die wij reeds ondernomen hebben. En een aantal cijfergegevens heb ik vandaag meegebracht. Die cijfergegevens zijn allemaal van eind vorige week, de meeste van 11 mei. En uiteindelijk ga ik natuurlijk ook jullie meenemen in de lopende en geplande acties. Dus we starten met het thema aankomst en onthaal. Ik heb geprobeerd om alle cijfergegevens, dus het is eigenlijk zo dat ik wekelijks van het coördinatieteam, van verschillende hoeken, cijfers aangeleverd krijg. En op basis daarvan maak ik eigenlijk wekelijks een stand van zaken. En ik heb eigenlijk geprobeerd om vandaag voor al die data, je ziet dat die data 17 maart, 24 maart, dat zijn al die data's waarop ik een stand van zaken heb gemaakt, heb ik eigenlijk geprobeerd om dat vandaag in een tabel te verzamelen. Dus ik wil eerst eventjes beginnen met de aanmelding bij de dienst burgerzaken. Ik heb dat vorige keer uitgelegd. Het is zo dat mensen, wanneer die toekomen in Brussel,
Dan gaan die zich eerst registreren in Brussel. Die krijgen daar een attest van tijdelijke bescherming. Vervolgens melden ze zich aan in de gemeente waar ze gaan verblijven. Daar krijgen ze dan een bijlage 15. Dan wordt er een woonscontrole door de wijkagent gedaan. Na die woonscontrole gaan zij terug naar de dienst burgerzaken, doen zij een aanvraag voor een A-kaart en na een drietal weken krijgen zij die A-kaart afgeleverd. En dat zijn eigenlijk ook de cijfers die je in deze tabel kan zien, dus opgedeeld naar gelang die verschillende stappen. Zoals je kan zien, ligt eigenlijk de grote toestroom, die kan je daar zien, die ligt daar eigenlijk in de beginperiode tussen 24 maart en 6 april. Zie je daar een grote toename van het aantal aanmeldingen. En dan zie je dat eigenlijk geleidelijk aan afnemen, met in de laatste weken eigenlijk een beetje een stabilisatie, waarbij we zien dat het aantal nieuwe aanmeldingen beperkt is. Je kan dan ook zien dat we eigenlijk vanaf 21 april de eerste A-kaarten zijn beginnen af te leveren. Vandaag zijn er 11 mei, dat is eind vorige week, waren er 173 Oekraïense vluchtelingen aangemeld bij de dienst burgerzaken, waarvan reeds 112 mensen op dit moment ook effectief een A-kaart hebben. Als we dan eventjes kijken naar het OCMW, dan zien we dat die cijfers of die evoluties in die cijfers ongeveer gelijklopend zijn. Dat je daar opnieuw eigenlijk die grote toestroom ziet tussen 24 maart en 6 april, ook nog tot 14 april. En dat dan ook eigenlijk geleidelijk aan begint stil te vallen. Dan zie je, we hadden juist 173 aanmeldingen. Dan zie je toch dat er eind vorige week ook al 158 mensen zijn langs geweest bij het OCMW. Als we dan eventjes kijken naar de hulpvragen, het type hulpvragen dat die mensen hebben, uiteraard, als je de aantal optelt, dan kom je boven de 158, maar dat is eigenlijk omdat mensen vaak meerdere hulpvragen stellen. Dan zie je dat er 143 personen een voedselpakket hebben aangevraagd, 103 personen steun aan vreemdelingen, 1 persoon de dringende medische steun, ook al 7 personen een tussenkomst in een huurwaarborg. Wat wij ook bij het OCMW doen, is uiteraard mensen helpen met alle administratieve zaken, zoals bijvoorbeeld de aansluiting bij de ziekteverzekering. Daar hebben wij 131 mensen op datum van 11 mei mee verder geholpen. Ook hulp bij het aanvragen van de kinderbijslag, 97 personen. En dan zijn er ook een aantal gezinnen. Het is eigenlijk zo dat de maatschappelijk werkers binnen het jaar na de toekenning van de steun aan vreemdelingen een huisbezoek moeten uitvoeren. Maar we hebben eigenlijk wel de afspraak gemaakt dat wanneer zij bezorgdheden hebben of wanneer zij dat nodig vinden, ze dat eerder doen. En dan kunnen we zien dat daar ook al bij 8 gezinnen eigenlijk proactief een huisbezoek werd uitgevoerd. Als we dan eventjes kijken naar de beslissingen van het bijzonder comité. Het is zo dat de steun aan vreemdelingen, die wordt aangevraagd en die wordt dan goedgekeurd door het bijzonder comité voor de sociale dienst. Die eerste goedkeuringen die zijn er gekomen op 26 april. Dus er zijn tot nu toe 2 comité's geweest waar dossiers steun aan vreemdelingen specifiek voor Oekraïners werden behandeld. De eerste dossiers zijn voorgekomen op 26 april en daar hebben 25 personen effectief ook een steun aan vreemdelingen toegekend gekregen. En je kan dan ook hier zien onder welk statuut dat ze dat hebben gekregen. 10 personen met gezinslast, 14 als samenwonenden en 1 persoon als alleenstaande. Op 10 mei hebben dan 30 personen bijkomend, dus bovenop die 25, nog eens de steun aan vreemdelingen toegekend, wat ons vandaag dan brengt op 55 effectieve toekenningen. Ik heb er louter informatief voor de mensen die daar niet helemaal in mee zijn, ook de bedragen bijgezet van de steun aan vreemdelingen. Dus daar wordt ook een onderscheid gemaakt naar gelang het statuut dat je hebt. Er is een indexatie nog geweest op 1 mei 2022, dus heel recent. Dus dit zijn de meest recente bedragen. Dus met gezinslast zit je op een €1.500, voor een samenwonende rond de 743 en voor een alleenstaande rond de 1115. Het is zo dat wij bij de toekenning van de steun aan vreemdelingen binnen het OCMW het systeem voordelen in natura verbonden aan huisvesting toepassen. Dat is eigenlijk een systeem wat ook voorzien is binnen de reguliere leefloonwetgeving. Wat eigenlijk wil zeggen dat als mensen ergens gratis wonen en geen bijdrage moeten betalen, dat daar eigenlijk een bepaald bedrag wordt afgetrokken van de steun. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat de bedragen die je hier ziet staan in puntje 3, dat mensen die gratis in een opvanggezin wonen, dat die niet dat hele bedrag uitgekeerd krijgen.
daar wordt een bedrag in mindering gebracht. Op dat bedrag kom ik zo dadelijk terug. Dat zijn eigenlijk de bedragen die Wonen Vlaanderen voorschrijft, die je eigenlijk als huur zou kunnen vragen als opvanggezin. Dus dat zijn vaste bedragen om op die manier eigenlijk een objectieve regeling te hebben. Ja, dus dat wil dus zeggen, wanneer mensen vandaag in een opvanggezin verblijven en geen bijdrage moeten betalen, ze niet het volledige bedrag krijgen, maar wanneer zij morgen bijvoorbeeld privé iets gaan huren of toch een bijdrage moeten betalen, dan wordt dat bedrag herberekend en van de maand daarop volgend krijgen zij dan het volledige bedrag toegekend. Maar ik kom zo dadelijk terug op die bedragen. Om nog iets te zeggen over die aankomst en onthaal. Dus tijdens de vorige presentatie, voor de mensen die daarbij waren, toen had ik jullie al verteld van ja, we hebben eigenlijk alleen zicht op die mensen die wij hebben geplaatst in opvanggezinnen. En ik had jullie toen ook beloofd dat we er wel werk gingen maken om al die mensen in kaart proberen brengen. We hebben dat ook in de afgelopen weken gedaan. Dus op basis van de aanmeldingen die wij krijgen bij burgerzaken, zijn wij ook de vluchtelingen in kaart gaan brengen die rechtstreeks bij Truinaars terecht zijn gekomen. En die hebben we eigenlijk allemaal verzameld. We hebben een eigen databank aangelegd. Zo'n databank, daar proberen we al die gegevens van zowel die vluchtelingen als die opvanggezinnen, dus zowel de mensen die wij hebben geplaatst als de mensen die rechtstreeks een opvangplaats hebben gevonden, die proberen wij daar eigenlijk in te centraliseren. We gaan daar buiten naam, voornaam, adres, leeftijd ook wat andere gegevens in registreren. Zoals bijvoorbeeld, zijn die mensen op een infoavond geweest? Hebben die opvanggezinnen een uitrekselstrafregister ingeleverd? Zijn die mensen politioneel gescreend? Dus op die manier proberen wij eigenlijk een bepaalde opvolging van al die gezinnen te doen. Dus dat geeft ons dus de mogelijkheid om, zoals ik zeg, beter op te volgen. Maar ook het feit dat ik vandaag heel wat cijfers kan meebrengen, het maakt ook mogelijk om accuratere cijfergegevens te genereren die ook eenvoudiger te consulteren zijn. Wat doen wij nog? Dat zijn die kennismakingsgesprekken. Dat heb ik ook vorige keer al gezegd. Daar kan ik heel kort over zijn. Dus wanneer mensen toekomen in Sint-Truiden, die worden door ons geplaatst uiteraard, dan doen wij altijd voorafgaandelijk een kennismakingsgesprek met die vluchtelingen en dat opvanggezin. Sinds 28 maart organiseren wij ook om de 2 weken een infoavond, die zowel bestemd is voor de vluchtelingen als de opvanggezinnen, waar die mensen dan die onthaalbrochure, daar kom ik dadelijk op terug, overhandigd krijgen, waar zij vragen kunnen stellen, waar wij polsen hoe het loopt, of er vragen zijn. En op basis daarvan eigenlijk ook constant proberen om ons aanbod af te stemmen op de noden die wij voelen. Ik heb daar enkele cijfers bij gezet. Op 28 maart hebben we een opvang, een infoavond gehad. Op 11 april, op 25 april, op 9 mei. En zoals jullie zien, merken wij toch wel dat we toch wel wat opkomst hebben tijdens die infoavond. En dat mensen toch wel met wat vragen komen. En dat maakt het wel heel makkelijk als we die dan op dat moment direct eigenlijk kunnen beantwoorden. Die onthaalmap, daar hebben we het vorige keer ook al uitgebreid over gehad. Natuurlijk, in de loop der tijd is die al gegroeid. Dus zoals ik net zei, wij proberen te kijken van oké, aan welke info is er nood? Er komt ook voortdurend nieuwe info bij van andere instanties die we dan eigenlijk proberen toe te voegen aan die onthaalmap. Die onthaalmap die is in het Nederlands en het Oekraïens beschikbaar. En wij verdelen die dus zowel tijdens de kennismakingsgesprekken als tijdens de infoavonden. Dus zoals jullie kunnen zien, ik heb dat hier even opgelijst, welke documenten je daar allemaal in kan terugvinden. En dat is de toestand zoals die nu is. Zoals je kan zien, daar zitten enerzijds brochures en flyers in die wij vanuit het coördinatieteam zelf hebben opgesteld, eigen redactie. En daar zitten ook folders en flyers in van partners die ons ter beschikking worden gesteld en die wij dan ook toevoegen in die onthaalmap. Ja, ik denk dat ik ze niet allemaal moet overlopen. Ik denk dat tijdens mijn uitleg iedereen die wel heeft kunnen lezen. Ook op de volgende slide, zoals je ziet, dat is een vrij uitgebreide map intussen al geworden. Ja, ook omdat er altijd nieuwe info bij komt en er ook altijd hogere overheden zijn die een nieuw aanbod creëren. En op die manier proberen wij dat eigenlijk allemaal te bundelen. Ook constant voegen wij nog dingen toe, heb ik ook net al gezegd.
Zoals bijvoorbeeld de folder, onze vakantiewerking, die wordt nu op dit moment nog toegevoegd. En ook heeft het CAW een nieuw aanbod. Dus dat is ook iets wat wij dan eigenlijk, wanneer wij dat toekrijgen en wij zien dat dat relevant is, dan voegen wij dat toe. Wat is er nog specifiek voor Oekraïners? Dat zijn eigenlijk de zitdagen voor het aanvragen van het groeipakket. Dus we hebben wel een handleiding in onze onthaalmap zitten hoe mensen dat zelf kunnen aanvragen. Maar samen met onze externe partner Fonds, die dat eigenlijk op zich nemen, worden er eigenlijk in het Sociaal Huis ook nog zitdagen georganiseerd. Elke eerste en derde vrijdag van de maand van 9 tot 12. En daar kunnen die Oekraïense vluchtelingen dus eigenlijk terecht zonder afspraak om hulp te krijgen bij het aanvragen van hun groeipakket. De zogenaamde kinderbijslag. Zo, dan ben ik aan het tweede thema toegekomen, het thema huisvesting. Ook hier heb ik geprobeerd om alle cijfers uit die stand van zaken te bundelen in een tabel. Ik heb daar een onderscheid gemaakt. Jullie zien enerzijds formeel, dan bedoel ik eigenlijk de mensen die wij als coördinatieteam in een opvanggezin hebben geplaatst. Met informeel bedoel ik de mensen die rechtstreeks bij familie of vrienden in Sint-Truiden zijn toegekomen. En dat je kunt dan zien van, ik geef ook altijd het aantal gezinnen en het aantal koppen. Zoals je kunt zien, in die eerste regels staan bij de informele onbekend. Dat is hetgeen wat ik net ook heb aangehaald. Op het begin hadden wij inderdaad geen zicht op de mensen die rechtstreeks bij familie en vrienden waren terechtgekomen. En vandaar eigenlijk dat er in die vakjes onbekend staat geschreven. Maar dan eigenlijk vanaf begin april, zoals ik net zei, vanaf 6 april, zijn we dan eigenlijk begonnen om op basis van de cijfers of de gegevens van de dienst burgerzaken ook die mensen in kaart beginnen brengen. Dus ook hier zien we eigenlijk dat het zwaartepunt eigenlijk in de tweede helft van maart, begin april ligt. En dat dan eigenlijk die cijfers, die mensen dat toekomen, die plaatsingen, ook stilaan stilvallen. Ja, dat ligt natuurlijk in de lijn. Als er ook geen aanmeldingen meer zijn, zijn er automatisch ook geen plaatsingen meer. Als we kijken op datum van 11 mei, dan zagen we dus eigenlijk dat we toch wel 173 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest hebben op het grondgebied van Sint-Truiden. Goed voor 63 gezinnen. Onder die 173 personen 47 minderjarigen. Wanneer we dan eventjes gaan kijken van de beschikbare plaatsen in opvanggezinnen, dan zien we dat we op 17 maart zijn gestart met 203 beschikbare plaatsen in opvanggezinnen, verspreid over 72 verschillende opvanggezinnen. En dat we vandaag, 11 mei, eigenlijk eindigen op 34 plaatsen die we nog beschikbaar hebben, verspreid over 14 opvanggezinnen. Dus we zien dat daar in beginfase grote dalingen zitten in dat beschikbaar aantal plaatsen. Dat is vrij logisch. Als we net de cijfers van de plaatsingen hebben gezien, ja, dan zien we dat als er veel plaatsingen zijn, dan nemen die cijfers, die beschikbare plaatsen, ook heel snel af. Dan hebben we ook wel tussen 17 maart en 24 maart, dat is eigenlijk de periode waarop we mensen ook telefonische intakes zijn beginnen af te nemen. En wanneer we eigenlijk ook begonnen zijn met de verschillende screenings, dan hebben we ook moeten vaststellen dat er ook wel opvanggezinnen waren die in een eerste impuls zich kandidaat hadden gesteld, maar daar eigenlijk op een later moment zijn op teruggekomen. Of ook wanneer we die mensen opbelden, die dan zeiden, ja, ik heb mij toen kandidaat gesteld, maar eigenlijk, dus die daling tussen 24 maart en 6 april, daar is zowel een groot aantal plaatsingen als een aantal gezinnen dat heeft afgehaakt de oorzaak van het dalende cijfer. En dan zien we eigenlijk dat vanaf 6 april zijn er nog wel wat plaatsingen, maar er komen weinig plaatsen bij, waardoor dat aantal dan eigenlijk altijd in dalende lijn zit. Dus vandaag, om even terug te komen op de situatie vandaag. Zoals ik zei, we hebben nog 34 opvangplaatsen beschikbaar, verspreid over 14 opvanggezinnen. Als we dan eventjes kijken, 31 van die plaatsen die zijn onmiddellijk beschikbaar. En 3 opvangplaatsen zijn pas op een later moment beschikbaar. Wat we wel constateren, en dat is denk ik ook iets wat ook nationaal in de media is geweest, zien we dat de opvanggezinnen, die kunnen natuurlijk zelf bepalen hoeveel mensen ze kunnen opvangen en welke profielen die mensen dan liefst hebben, dan zien we dat vandaag de opvanggezinnen die we nog in onze databank hebben, dat die vooral nog plaats hebben voor 1 tot 2 personen.
En dat die mensen vooral moeders met kinderen willen opvangen. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat het beschikbare aanbod dat we vandaag hebben niet meer altijd aansluit op de vragen naar opvang die wij krijgen. Wanneer wij bijvoorbeeld grotere gezinnen krijgen, of wij krijgen bijvoorbeeld oudere mensen waarbij mannen zitten, dat het eigenlijk moeilijker is geworden om een plaats voor die mensen te vinden. Het coördinatieteam is de laatste weken, jullie hebben gezien, het aantal plaatsingen neemt dan wel af. Maar het is niet dat we daarom hebben stilgezeten, daar kom ik zelfs nog verder op terug. Maar we hebben de laatste weken ook wel een aantal herplaatsingen gehad. We vinden het ook belangrijk, we houden contact met die opvanggezinnen, we proberen die te ondersteunen. En wanneer we dan ook voelen of wanneer die mensen aangeven dat het eigenlijk toch niet loopt of dat ze liever de opvang willen stopzetten, dan proberen we eigenlijk ook op korte termijn naar een nieuwe oplossing te zoeken. Dus tussen 28 april en 5 mei hebben we eigenlijk 11 personen herplaatst. En tussen 5 mei en 11 mei werd er ook opnieuw herplaatsing aangevraagd van 8 personen die vandaag eigenlijk op eentje na allemaal terug herplaatst zijn. Over die financiële regeling, ik denk dat ik die de laatste raadscommissie ook even heb aangehaald, maar die was toen heel recent, heel nieuw. Ik denk toen niet dat ze in mijn presentatie was opgenomen. Het is eigenlijk zo dat sinds 18 maart door Vlaanderen eigenlijk een kader werd gecreëerd waarbij opvanggezinnen een soort huurprijs kunnen vragen, een bijdrage kunnen vragen aan vluchtelingen voor het gebruik van een kamer of een zelfstandige woning. Dat betekent dat die opvanggezinnen dan eigenlijk met die vluchtelingen een huurovereenkomst afsluiten. Dat is een bijzonder huurregime. Ik ga daar hier niet heel gedetailleerd op ingaan, maar dat is een aparte regeling. Dat is niet een 369 die wij kennen. Dat is een aparte regeling qua duurtijden, qua opzegtermijnen. En als zij zo'n dergelijke huurovereenkomst afsluiten, dan kunnen ze eigenlijk een huurprijs vragen aan de vluchtelingen en ze geven dan ook reekbedragen mee. En dat zijn eigenlijk die tabelletjes wat je hier op die slide kan terugvinden. Enerzijds heb je de bedragen inclusief kosten en lasten en anderzijds die exclusief kosten en lasten. Waarbij we zien dat de meesten wel kiezen voor inclusief kosten en lasten. Ja, omdat natuurlijk heel moeilijk is, anders moet je met voorschot gaan werken en afrekeningen, terwijl je eigenlijk niet weet hoe lang dat die opvang gaat duren. Als we kijken, we hebben het net gehad over 158 personen die zich hebben aangemeld bij het OCMW. Dan zien we dat vandaag bij die aanmeldingen 71 personen, dus ongeveer 45%, hebben aangegeven dat ze een bijdrage moeten betalen in de opvanggezinnen. Ja, dus dan zien we toch wel dat heel wat opvanggezinnen van deze mogelijkheid gebruik maken om een bijdrage te vragen. Zoals je kan zien, die bijdrage, ja, die is ook afhankelijk natuurlijk van het statuut dat die vluchteling heeft, of dan alleenstaande is, of dat iemand is met gezinslast, of dat dan een samenwonende is. En dan wordt er de onderscheid gemaakt tussen een zelfstandige woning of een kamer. Ja, met zelfstandige woning wil zeggen, die hebben echt een eigen badkamer, een eigen keuken, dat is een apart gedeelte of een studio ergens. Een kamer is echt inwonen bij de familie zelf. Dan qua extra ondersteuning voor die opvanggezinnen werd tijdens de gemeenteraad van 25 april de toekenning van de extra rollen huisvulzakken goedgekeurd. Daar zijn we ondertussen ook mee aan de slag gegaan. Dus er worden een aantal rollen, we hebben daarover samengezeten met het coördinatieteam en de mensen van de dienst Milieu. En daar is eigenlijk beslist om dat aantal rollen, om dat wel te laten variëren, naar gelang het aantal vluchtelingen dat worden opgevangen in een opvanggezin. Omdat sommige mensen vangen één iemand op, anderen vangen er misschien 4 of 5 op. Er zijn dan adressen waar er heel veel verblijven. Dus hier kan je dan eigenlijk zien, 1 tot 2 vluchtelingen, 1 rol, 3 tot 5, 2 rollen, 6 tot 10, 3 rollen en vanaf 11, 4 rollen. Die uitnodigingsbrief voor het afhalen van die rollen, die werd eind vorige week verzonden naar alle adressen waar vluchtelingen verblijven. Dus zowel naar die formele als naar die informele. Zoals ik net zei, dus zowel naar diegenen waar wij plaatsingen hebben gedaan, als naar diegenen waar mensen rechtstreeks zijn terechtgekomen. En met die brief kunnen mensen zich eigenlijk aanmelden aan het onthalen in het stadskantoor om hun vuilzakken af te halen. Wanneer we eens eventjes hebben gekeken, dan was dat eind vorige week natuurlijk, en daar kunnen er nog altijd bij komen, zou dat eigenlijk gaan over 79 te verdelen rollen huisvulzakken. Voor nieuwe opvanggezinnen, uiteraard. Mensen die bijvoorbeeld deze week of volgende week beslissen om nog mensen op te vangen,
die zullen wij ook natuurlijk systematisch een uitnodigingsbrief toesturen. Qua huisvesting nog kort iets over onze twee noodopvangmogelijkheden. Enerzijds het hoflokaal en het klokhuis. Dus in het hoflokaal hebben we, dat is operationeel sinds 16 maart, capaciteit van 15 personen. Wat we eigenlijk zien is, ja, zoals ik zei, tot nu toe hebben we eigenlijk heel veel plaats gehad in opvanggezinnen en zijn we er vanuit het coördinatieteam eigenlijk altijd in geslaagd om heel snel mensen te kunnen plaatsen in opvanggezinnen, waardoor we dat hoflokaal eigenlijk vooral hebben benut om die infoavonden te organiseren en om die kennismakingsgesprekken te organiseren. En uiteraard om mensen in afwachting van afhaling door een opvanggezin tijdelijk eventjes onderdak te geven. 9 vluchtelingen hebben daar tot nu toe overnacht in de periode maart-april. Nu, sinds eind vorige week hebben we daar wel 2 vluchtelingen ondergebracht. Twee van die mensen waarover ik net sprak, die we moesten herplaatsen. En voor wie we eigenlijk op dit moment, omdat dat 2 volwassen mensen zijn, voor wie we eigenlijk op dit moment, ja, die hebben 2 kamers nodig, eigenlijk geen plaats in een opvanggezin vinden. Dus die mensen hebben we daar in het hoflokaal ondergebracht. En dan het klokhuis. Ja, dat is operationeel sinds 25 maart. Die heeft ook een capaciteit van 15 personen. En daar zijn eigenlijk 8 personen, 1 heel groot gezin, waarvoor we echt geen andere mogelijkheid hebben. Die verblijven daar eigenlijk al sinds eind maart. De nooddorpen hebben het kort ook tijdens de vorige raadscommissie over gehad. Zoals jullie weten, werd ons de vraag gesteld om een oplijsting, een soort longlist te maken met mogelijke locaties op ons grondgebied. En het departement Omgeving en de Vlaamse overheid die zal dan vervolgens een rangschikking maken op basis van de gegevens dat zij van alle lokale besturen toegezonden krijgen. Daar werden een aantal criteria voor opgesteld. Die som ik hierop. Gelegen binnen een bestaand ruimtebeslag, een hoge knooppuntwaarde en voldoende basisvoorzieningen op wandelafstand. Dat mag niet gelegen zijn in overstromingsgevoelig of beschermd gebied. Geen projecten gepland in de nabije toekomst en een oppervlakte van meer dan 6000 vierkante meter. Het grondgebied Sint-Truiden, dan hebben we onze dienstomgeving Delphine, die ook deel uitmaakt van het coördinatieteam, is daar dan samen met haar collega's mee aan de slag gegaan en heeft eigenlijk ons grondgebied gescreend. Er zijn 4 mogelijke locaties gevonden, maar die aan de criteria voldoen, allee, niet aan allemaal, aan de eerste niet, want het gaat telkens om 4 locaties die allemaal gelegen zijn buiten bestaand ruimtebeslag. Dus heel veel locaties, we hebben heel wat overstromingsgevoelige gebieden in Sint-Truiden en heel wat locaties die eigenlijk in aanmerking kwamen, hebben we moeten schrappen op basis van dat criterium. Als we dan kijken, die 4 locaties, die liggen dan alle buiten bestaand ruimtebeslag en daar is ook geen enkel perceel bij in eigendom van stad Sint-Truiden. Die opleiding die werd intussen goedgekeurd en we hebben ook overgemaakt aan de provincie-gouverneur dat we eigenlijk tot 4 locaties zijn gekomen, maar dat die alle liggen binnen het bestaande ruimtebeslag. Die financiële regeling, die had ik vorige keer ook al eventjes toegelicht, maar sinds de vorige raadscommissie zijn daar nog wel wat wijzigingen in gebeurd. Zoals ik op het begin van de presentatie ook al zei, de hogere overheden veranderen ook nogal wel een keer hun richtlijnen. Wij proberen dat vanuit het coördinatieteam zo goed als we kunnen op te volgen. Er zijn eigenlijk die 1400 regeling, die was er toen al. Dat was eigenlijk 1000 euro per collectieve opvangplaats en 400 euro per particuliere opvangplaats. Men is eigenlijk overgestapt op een systeem dat er 3 types zijn. Er is ook een Vlaamse huisvestingstoel, daar kom ik dadelijk op nog op terug. Dat is een voorwaarde dat die plaatsen ingegeven zijn in die tool en dat die gedurende minstens 3 maanden beschikbaar zijn. Dat is een voorwaarde voor alle 3 types van subsidies die ik dadelijk ga overlopen. Type 1 is dus die 1400 regeling, waarbij dat dus eigenlijk 400 euro is per particuliere plaats met een effectieve toewijzing. Wat dus wil zeggen dat die plaats effectief 3 maanden moet bezet zijn. Dat is ook de subsidie die wij voor Sint-Truiden zouden kunnen aanvragen. Daar kom ik dadelijk ook op terug, op voorwaarde dat aan die voorwaarde voldaan is. Dan de subsidie van 1000 euro, dat is eigenlijk voor de collectieve plaatsen in het beheer of ter beschikking gesteld door het lokaal bestuur. Oh, mijn excuses, dat was zonder opknapwerken. Dus dat is zonder opknapwerken.
wanneer er dan opknapwerken zouden nodig zijn, dan is er eigenlijk nog €400 bijkomend nodig voor plaats in het beheer van het lokaal bestuur, los van effectieve toewijzing. En dan ook nog een opknapsubsidie van €2.500 per kamer en van maximaal €2.500 per collectieve locatie voor de gemeenschappelijke delen, ook los van effectieve toewijzing. Dus die subsidies voor die opknapwerken, die komen dan eigenlijk bovenop de subsidies zonder de opknapwerken. Maar zoals ik zei, aangezien wij in Sint-Truiden op dit moment enkel particuliere opvangplaatsen is, is eigenlijk die €2.000 per 5 particuliere plaats, wanneer komt op 400 per plaats, is dat eigenlijk de subsidie die wij voor Sint-Truiden zullen aanvragen. En waar wij ook volop mee bezig zijn. Type 2 is dan een subsidie die in het leven geroepen is om eigenlijk de mogelijkheid te bieden om ook hotels, pensioens, vakantieverblijven in te schakelen. Maar zoals iedereen weet, we hebben een bloesemseizoen achter de rug. En ja, tot nu toe hadden we eigenlijk voldoende capaciteit in opvanggezinnen. Dus dat is ook een subsidie die we tot nu toe eigenlijk, waar geen mogelijkheden zijn, omdat we geen dergelijke plaatsen hebben die we ook niet zouden kunnen aanvragen. Dus dat is dus een dagvergoeding naar gelang het type. En dan een eenmalige subsidie bij een effectieve toewijzing van €400. Daar is wel een verrekening van huurinkomsten. En wat wil zeggen dat als de vluchtelingen ook iets moeten betalen, dat daar eigenlijk wordt van afgetrokken. En dan de nooddorpen. Daar is men eigenlijk nog volop, zijn die proefprojecten lopende. Maar daar zou het dan wel zo zijn dat wanneer er een inrichting van een nooddorp zou volgen. Maar zoals ik net zei, hebben we eigenlijk op ons grondgebied geen geschikte locaties gevonden. Dan wordt uiteraard de inrichting en het beheer gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Zoals ik net zei, ging ik jullie nog iets meer zeggen over de federale housing tool en de Vlaamse huisvestingstool. Over die federale housing tool, daar heb ik jullie tijdens de vorige raadscommissie al iets over verteld. Dat was eigenlijk die tool die FedAsiel Brussel gebruikte om die matching te doen wanneer er vluchtelingen toekwamen in Brussel. En dat was eigenlijk ook de tool waar wij eigenlijk vanuit het coördinatieteam al die plaatsen in opvanggezinnen gingen ingeven. Dus dat zijn we eigenlijk van het begin af aan het doen. Maar dan op een zeker moment heeft Vlaanderen ook een Vlaamse huisvestingstool gelanceerd. En daar moeten eigenlijk de meer duurzame plaatsen ingegeven worden. Dat is eigenlijk de tool, alle plaatsen die daarin worden ingegeven en minstens 3 maanden beschikbaar zijn, die komen in aanmerking voor subsidiëring. Dus opnieuw zijn wij die plaatsen daar in die tool aan het registreren en aan het valideren. Dat is sinds eind april dat die tool beschikbaar is. En 28 mei is eigenlijk de deadline. Dan moet alles erin staan. Dus het is op dit moment alle hands aan dek om dat daar allemaal in te krijgen. Want er is wel een connectie tussen de twee tools, maar die werkt spijtig genoeg maar in één richting. Dus de info die wij nu ingeven in de Vlaamse huisvestingstool, die stroomt wel door naar de federale tool, omdat FedAsiel Brussel nog altijd die federale tool vandaag gebruikt. Maar omgekeerd, alles wat wij al hebben ingegeven in de federale tool, moeten we spijtig genoeg terug opnieuw inputten in de Vlaamse huisvestingstool. Als ik dan eventjes kijk, om je een idee te geven, want ik heb heel veel gesproken over welke subsidies zouden kunnen binnenkomen, heb ik eventjes op deze slide geprobeerd om een overzicht te geven van de uitgaven. Dat is natuurlijk niet helemaal sluitend. Er zijn nog bestelbonnen die in proces zitten. Maar dit geeft toch al een beetje een beeld. Is dat eigenlijk op dit moment vrij beheersbaar, denk ik. Er zijn wat aankopen van materialen geweest. Daar zijn wat vrijwilligers betaald voor het vertalen van allerlei flyers, folders, brochures. Daar is een personeelskost voor de permanenties die 24 op 24, 7 op 7 nog altijd voor FedAsiel Brussel moeten gebeuren. Daar is een sanitaire unit die gehuurd wordt voor het hoflokaal. En daar zijn wat verzekeringen. Dan zit je ongeveer op een €14.557 effectieve uitgaven vandaag. Wanneer we dan even gaan kijken, wanneer ik die subsidies uit de vorige slide voor jullie eventjes omzet in bedragen, dan kom ik op 45 opvangplaatsen, die formele, waar wij eigenlijk mensen een plaats hebben toegewezen. Wanneer je dan maal 400 doet, kom je op 18.000. Zoals ik zei, die zijn we aan het ingeven.
op voorwaarde dat die mensen daar ook effectief 3 maanden effectief verblijven. Dat kunnen we nu niet heel zeker zeggen of dat voor die 45 plaatsen het geval gaat zijn. Dus ik kan daar geen uitsluitsel over geven. Maar we hebben wel het vermoeden dat bijna voor alle plaatsen wel gaat lukken. Buiten natuurlijk diegenen waar we ondertussen al een herplaatsing hebben moeten uitvoeren. Want die komen sowieso niet aan hun 3 maanden. Voor die 128 informele, herinner u, de mensen die rechtstreeks bij familie of vrienden zijn terechtgekomen, zijn er 128. Als we daarvoor allemaal een subsidie zouden kunnen aanvragen, dan zouden we een bedrag van 51.200 komen. Maar ook op voorwaarde dat ze 3 maanden beschikbaar zijn en dat ze geregistreerd en gevalideerd zijn in die Vlaamse huisvestingstoel. En wat ik net misschien even expliciet ben vergeten te zeggen, maar wel op de slide stond, voor validatie moeten alle screeningen, herinner u uit de vorige raadscommissie, strafregister, woningkwaliteit en politionele controle, moeten die eigenlijk allemaal uitgevoerd zijn. En pas dan kunnen wij ze eigenlijk valideren in die Vlaamse huisvestingstoel. Waar wij dus op dit moment zien, zoals ik net zei, 28 mei is de deadline. Ja, daar zullen wij maar een klein gedeelte van die plaatsen kunnen registreren en valideren. Allee, registreren allemaal, maar valideren slechts een klein gedeelte. En dan ben ik toegekomen aan het derde thema, de humanitaire hulp. Daar een aantal dingen over de voedselpakketten via het OCMW, via de voedselbedelers. 143 personen, heb ik ook al eerder aangehaald, hebben recht op voedselhulp, hebben een attest toegekend gekregen om naar de voedselbedelingen gedaan. Zo'n attest is altijd 3 maanden geldig. De voedselbedelers die hebben intussen ook extra verdeelmomenten ingericht om de grote toestroom kunnen op te vangen. Er is ook een systeem van noodpakketten. Want ja, die bedelingen die zijn uiteraard maar 1 keer per week. En wanneer mensen toekomen in Sint-Truiden en wij die ergens plaatsen hebben, zijn soms op dat moment nood aan iets. Of mensen die eigenlijk apart op een studio ergens wonen, die ter beschikking wordt gesteld door een particulier. Ja, die komen natuurlijk voordat zij een leefloon hebben uiteraard. Hè. Komen die vaak niet toe met die voedselpakketten. Dus wij hebben dan ook met de voedselbedelers afspraken over de verdeling van noodpakketten. En ook in het hoflokaal hebben wij een samenspraak met de voedselbedelers, omdat wij die anders, om het zo te zeggen, veel te vaak moesten lastigvallen. Hebben wij eigenlijk ook via de voedselbedelers intussen ook een eigen voorraad een beetje aangelegd in het hoflokaal, zodat mensen, bijvoorbeeld de mensen van Habbekrats, voordat die een steun aan vreemdeling hadden, kwamen die bijvoorbeeld meerdere keren per week ook naar het hoflokaal om dingen af te halen. Ook qua kledij, verzorgingsmateriaal, handdoeken, lakens, klein keukenmateriaal proberen wij maximaal door te verwijzen naar Team Hope en Sint Vincentius. Maar hebben wij intussen ook in het hoflokaal een eigen stok aangelegd. Omdat wij wel merken, mensen komen toe en die hebben dan op dat moment, tijdens dat kennismakingsgesprek, al direct noden. En dan is het wel makkelijk als zij direct een aantal dingen, die toch wel basis zijn, een handdoek, een bus shampoo, een bus zeep, dat zij die dan eigenlijk onmiddellijk kunnen meenemen. We zien dat dat eigenlijk wel ook een goede samenwerking is. Op die manier kunnen wij onze voedselbedelers ook een beetje ontlasten. Dus intussen zijn we ook wel via buurtcomité's nog wat extra spullen aan het inzamelen. Wat we dan eigenlijk heel gericht proberen te doen. We hebben nu bijvoorbeeld een mevrouw die binnenkort gaat bevallen. En dan proberen we eigenlijk wel heel gericht bijvoorbeeld een oproep te doen voor wat babyspulletjes. Om te zorgen dat we toch heel gericht wat dingen kunnen inzamelen en echt kunnen inspelen op de noden die er zijn. Dan ben ik toegekomen aan het volgende thema, integratie, inburgering, werk en onderwijs. Dus de instroom, heel wat minderjarigen, ook tussen die Oekraïense vluchtelingen. De instroom is gestart, dat is gebeurd in samenspraak met de scholen. Met de verschillende onderwijspartners hebben we eigenlijk een overlegmoment gehad, waarbij we eigenlijk een manier van werken en een manier van instroom hebben afgesproken. En we hebben dan afgesproken om die instroom te laten starten vanaf de tweede week na de paasvakantie. We hebben dan op 22 april, voor dat instroommoment, hebben wij een infomoment georganiseerd, waarbij wij enerzijds wat toelichting hebben gegeven over het onderwijssysteem in België en waarbij ook in een tweede gedeelte echt alle ouders individueel een contactmoment met iedereen hebben gehad, waarbij wij dan echt ook via onze ambtenaar flankerend onderwijs, die vooraf uiteraard die oefening had gemaakt,
waarbij we dan ook al die kinderen specifiek aan een school zijn gaan toewijzen op basis van nabijheid, zo dicht mogelijk in de buurt van het opvanggezin. En waarbij we dan ook die spreiding over de verschillende scholen maximaal hebben proberen te bewaken. Dus tijdens dat individueel contactmoment hebben die ouders echt een foldertje gekregen. Kijk, vanaf volgende week kan uw kind in die school terecht. Op die manier kunt u daar aanmelden. Dus dat is daar eigenlijk tijdens dat infomoment heeft dat plaatsgevonden. Tijdens dat infomoment hebben wij ook via het project Rugzak vol Dromen alle kinderen een rugzak, een boekentasje kunnen geven en een speelgoedpakketje. We hadden 40 kinderen, schoolplichtige kinderen, uitgenodigd. 27 zijn ook effectief komen opdagen en werden ook effectief op dat infomoment aan een school toegewezen. De kinderen die niet aanwezig waren, die hebben wij achteraf van het coördinatieteam opnieuw gecontacteerd. En hebben wij dan eigenlijk opnieuw uitgenodigd, individueel, of hebben wij telefonisch de nodige info gegeven. Als we dan eventjes kijken op datum van 11 mei, dan zien we dat we 42 schoolplichtige Oekraïense kinderen op ons grondgebied hebben, waarvan er 35 op dit moment ook al effectief naar school gaan. 4 in het kleuteronderwijs, 19 in het lager en 12 in het secundair. 3 kinderen gaan niet naar school omdat ze een voltijdse vrijstelling hebben omwille van een zware handicap. En we hebben ook 4 kinderen waar we op dit moment samen met het LOP en met onze ambtenaar flankerend onderwijs aan bekijken zijn hoe we die mensen, ja, die op dit moment eigenlijk nog afstandsonderwijs, Oekraïns afstandsonderwijs volgen en eigenlijk op dit moment hun kinderen niet naar school willen sturen. Maar daar gaan we dan toch proberen om te bekijken om toch minstens vanaf volgend schooljaar, als die mensen hier dan nog zijn, toch wel ook die instroom van die kinderen te verzekeren. Als er nieuwe kinderen bijkomen, ja, die contacteren wij systematisch uiteraard ook om eigenlijk op dezelfde manier te werk te gaan en eigenlijk een concreet schoolvoorstel te doen. Qua werk proberen we toch ook wel op in te zetten. Nu mensen iets langer hier zijn, lijkt het ons ook belangrijk om vooral te werken. Nu die aanmeldingen stilvallen, proberen we in het coördinatieteam in te zetten op integratie, werk en zo verder. Dus we hebben enerzijds die folder in die onthaalmap. Rond de VDAB, dat is ook een vrij recente folder die we eigenlijk zelf hebben samengesteld, waar we mensen wat uitleg geven over de werking en de aanmelding bij VDAB. Waar we ook specifiek een stukje hebben aangenomen dat wij toch wel echt een fruitstad zijn en daar ook heel veel tewerkstellingsmogelijkheden zijn. Waar wij ook specifiek wat uitleg geven rond die tewerkstelling met die plukkaart. En dan een derde luik, heel specifiek iets wat in opstartfase zit. Een luik rond de zitdagen die wij vanaf 2 juni gaan organiseren. Elke donderdag namiddag tussen 1 en 4 in het Minderbroedersklooster. Omdat wij toch wel merken, ook tijdens die infoavonden zien wij dat wij mensen wel makkelijk tot in het Minderbroedersklooster of tot in het hoflokaal krijgen. Omdat dat vaak een bekende locatie is. Dat is goed gelegen, goed bereikbaar. Dus op die manier hebben we eigenlijk een samenwerking uitgebouwd of afspraken gemaakt met VDAB, waarbij zij eigenlijk een bemiddelaar naar het Minderbroedersklooster gaan sturen om dan eigenlijk daar inschrijvingsmomenten te organiseren. Waarbij het dan de bedoeling is om die mensen in te schrijven en dan ook direct passende vacatures aan te bieden. En ook direct, indien mogelijk, direct de link met die werkgevers te maken. Om die link met die werkgevers te maken, hebben wij ook ingezet op een oproep naar die mogelijke werkplaatsen. We hebben een algemene oproep gedaan naar werkgevers om zich aan te melden via de website van de BDAB. Maar we hebben ook heel specifiek een mailing gedaan naar land- en tuinbouwbedrijven. In eerste instantie en in tweede instantie ook naar de gehele horecasector. Met eigenlijk de vraag van, meld u aan op de website van VDAB, hashtag werkplekvrij. En op die manier kunnen wij eigenlijk vanaf die website eigenlijk lijsten genereren van potentiële werkplaatsen voor Oekraïners. En het zijn ook die lijsten wat wij dan eigenlijk tijdens die zitdagen zullen gebruiken. En ik moet toch wel zeggen, wanneer wij voor die oproep gingen kijken, dan zagen wij eigenlijk alleen vacatures voor dienstcheckbedrijven. Wanneer ik op 13 mei nog eens opnieuw ben gaan kijken, dan heb ik gemerkt dat daar toch wel wat jobaanbiedingen waren bijgekomen. En dat er eigenlijk 24 jobaanbiedingen, zowel horeca als fruit, als ook nog als dienstchecksbedrijven, eigenlijk aanbiedingen doen specifiek naar Oekraïners toe. Op dit moment zien we dat er 14 mensen, dus dat aantal ligt nog laag. Vandaar dat extra initiatief
rond die zitdagen hebben er zich nog maar 14 Oekraïense vluchtelingen effectief ingeschreven als werkzoekende bij VDAB. Gewoon ter vergelijking, op Limburgs niveau zijn dat er 97 en in Vlaanderen een goede 1000. Dus ook die aantallen liggen wel vrij laag. Qua Nederlandse lessen, ook wel iets wat we belangrijk vinden, waar we veel vragen rond krijgen. We hebben daar ook al verschillende contacten gelegd met het Agentschap Integratie en Inburgering. Het is zo dat actieve doorverwijzing naar het agentschap echt heel belangrijk is. Het agentschap benadrukt ook van kijk, op het moment dat wij veel nieuwe aanmeldingen, veel nieuwe inschrijvingen hebben, dan zullen wij in samenwerking met de scholen op het grondgebied van Sint-Truiden bekijken om extra cursussen te organiseren. Maar het is dus eigenlijk zo dat zij een aanbod afstemmen op de vraag die er is. Dus zij gaan niet proactief extra cursussen inlassen. Dus vandaar heel belangrijk dat we mensen actief kunnen toeleiden naar het agentschap. We hebben dan ook geprobeerd om met het agentschap te kijken of zij misschien een karretje aan die zitdagen van de VDAB zouden willen hangen. En ook op datzelfde moment in het Minderbroedersklooster inschrijvingen te organiseren. Spijtig genoeg hebben we daar wel een negatief antwoord gekregen. En ja, doen zij enkel die inschrijvingsmomenten op locatie bij hun zelf. Dus dat wil wel zeggen dat we extra moeten inzetten om mensen toch daar te krijgen. Dat doen we enerzijds via de folders die we hebben. Dat doen we tijdens de infoavond. Dat doen we tijdens de kennismakingsgesprekken. En dat doen we uiteraard ook heel actief via het OCMW. Daar moeten we op die manier mee verder. Ook vanuit PXL hebben we wel een aanbod gekregen om Nederlandse lessen te volgen. Maar dat is uiteraard een verplaatsing naar Hasselt. En daar hebben we 1 persoon effectief naar kunnen toeleiden. Wat betreft onze taalstimuleringsprojecten van onze dienst integratie, ook daar maken we wel promotie rond. Daar zien we dat we op dit moment 9 Oekraïense vluchtelingen hebben die daaraan deelnemen. Dan nog een luikje rond ontmoetingsruimte. Dus zoals jullie weten hebben wij sinds 11 april in het lokaal dienstencentrum Binnenhof de mogelijkheid geboden aan Oekraïense vluchtelingen om elke maandag voormiddag en woensdag namiddag elkaar te ontmoeten. Wij voorzien daar vanuit het coördinatieteam dan telkens een vrijwillige tolk die daar aanwezig is. Maar wij merken wel, of wij hebben moeten constateren, dat de opkomst laag is. Dus dat mensen op dit moment daar blijkbaar niet zoveel nood aan hebben of dat de locatie onbekend is. Dus we zijn daar wel aan het bekijken of we dat eventueel vanaf juni kunnen stopzetten. Want gelijktijdig, we hebben enerzijds onze infoavonden waar ruimte is voor ontmoeting. En anderzijds zijn we ook bezig met de opstart van een ontmoetingsruimte in de Sint-Augustinuskerk in Nieuw-Sint-Truiden. Grote verschil hier is wel dat die ontmoetingsmomenten zullen ingericht en uitgebaat worden door Oekraïners zelf. Dus we willen dat nog wel proberen, ondanks de lage opkomst in het dienstencentrum Binnenhof. Gaan we er misschien vanuit dat wanneer mensen, Oekraïners, dat zelf organiseren, zelf trekken, dat toch misschien een ander concept is, dat laagdrempeliger is. Dus we gaan daar proberen om vanaf na Pinksterweekend daar eigenlijk ook een ontmoetingsruimte in te richten. En zoals ik zeg, de organisatie en het dagelijks beheer zal door de Oekraïners zelf gebeuren. Wij vanuit het coördinatieteam zullen uiteraard een oogje in het zeil houden. Wij gaan ook zorgen voor wat inrichting daar. Wij volgen op en we zullen ook zorgen voor de bekendmaking. Rond de uitpas nog iets. Dat is eigenlijk een systeem wat er voor iedereen in Sint-Truiden is. Maar uiteraard ook Oekraïense vluchtelingen die kunnen een uitpas aankopen. En alle Oekraïense vluchtelingen die recht hebben op dat steun aan vreemdelingen, die zullen ook aanspraak kunnen maken op de uitpas aan kansentarief. Dus er is ook afgesproken bij het OCMW dat wanneer Oekraïense vluchtelingen een steun aan vreemdelingen toegekend krijgen, dat er ook automatisch een attest voor dat kansentarief wordt opgemaakt. Met dat kansentarief kunnen zij die pas aankopen aan 1 euro in plaats van aan 4 euro en krijgen zij 80% korting op activiteiten die worden georganiseerd door uitpaspartners. Qua bubbelpret, ook daarom dat we het toch belangrijk vinden dat ook die Oekraïense kinderen in de vakantie iets om handen hebben en dat die eigenlijk maximaal kunnen integreren in het reguliere aanbod, proberen we ook promotie te maken voor bubbelpret. We hebben ook die folder in het Oekraïens ter beschikking gesteld en we zijn die momenteel volop aan het verspreiden, zowel via de scholen
als per brief naar de opvanggezinnen. En natuurlijk is er een fysieke inschrijvingsdag op 21 mei, omdat we goed beseffen dat ja, natuurlijk niet alle Oekraïners in de mogelijkheid zijn om dat digitaal te doen. Het volgende luik, gezondheid en welzijn, heb ik kort ook al iets over gezegd. Dus vanuit het OCMW, voordat mensen een bijlage 15 hebben, kunnen zij altijd terecht voor dringende medische hulp. Zoals ik daar straks heb gezegd, heeft één persoon daar tot nu toe een beroep moeten op doen. Wat betreft de preventieve en curatieve opvolging van Oekraïnse vluchtelingen, hebben wij op 9 mei nog een overleg gehad met de eerste lijnszone Haspengouw en de huisartsenkring. En daaruit is eigenlijk gebleken dat er op dit moment geen centraal zorgpunt zou worden opgericht binnen de eerste lijnszone, maar die taak voor die opvolging van die Oekraïners wordt eigenlijk bij de huisartsen gelegd. Waar is dan onze taak als lokaal bestuur? Wel, onze taak is eigenlijk voornamelijk om mensen actief door te verwijzen en toe te leiden tot de huisartsen. Wij proberen dat nu ook binnen het OCMW heel actief te doen. En die huisartsen die zullen dan aandacht hebben voor onder andere screening van TBC en allerhande vaccinaties. Dus zowel vanuit het OCMW als het coördinatieteam proberen wij mensen aan te zetten om vanaf het moment dat hun papieren en hun ziekteverzekering in orde is, om een afspraak te maken met de huisarts en wat dan vaak de huisarts van het opvanggezin is. Wat betreft de COVID-vaccinatie is het wel zo dat vluchtelingen automatisch worden uitgenodigd van zodra ze een rijksregisternummer hebben. Dus dat is eigenlijk hetzelfde systeem als wij allemaal kennen. Wij zijn allemaal ook uitgenodigd met uitnodigingsbrief om ons te laten vaccineren. Voor Oekraïnse vluchtelingen loopt dat eigenlijk ook zo. Dus zij krijgen automatisch dat toegestuurd. Natuurlijk, wanneer wij binnen het coördinatieteam vragen krijgen, bijvoorbeeld van het opvanggezin, om dat sneller te laten verlopen, dan zijn daar ook mogelijkheden om dat via de eerste lijnszone of via de huisartsen sneller te doen. Dan ook iets heel recent zijn afspraken die wij via het coördinatieteam hebben gemaakt met kind en gezin. Dus het is zo dat kind en gezin heel graag die gezinnen met jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar proactief wil benaderen om te bekijken of die mensen, om hen aan te zetten om de nodige vaccinaties van die kinderen te doen. We zijn daar op dit moment bezig om via het OCMW die mensen te bevragen, of hen daarover te informeren, want wij mogen niet zomaar gegevens uitwisselen. En vanaf het moment dat die mensen dan eigenlijk door het OCMW daarover zijn aangesproken, vragen wij van, mag er iemand langskomen van kind en gezin? En dan sturen wij eigenlijk iemand van kind en gezin op huisbezoek. En op die manier krijgen die gezinnen dan heel gericht die uitleg over die vaccinaties en de mogelijkheid om zich dan ook hun kinderen ook te laten vaccineren. Qua psychosociaal welzijn, ja, is er nog altijd Solentra. Die hebben een heel aanbod. Dat is eigenlijk de expert voor het begeleiden van mensen zoals Oekraïnse vluchtelingen. Die hebben een telefonische helpdesk waar mensen in het Oekraïens worden verder geholpen. Ja, wij proberen dat aanbod nog altijd, heb ik vorige keer ook al gezegd, maximaal bekend te maken. Zowel via de flyers, maar ook hebben wij opvanggezinnen en vluchtelingen via mail geïnformeerd wanneer er online sessies werden georganiseerd. En ook zowel de medewerkers als van het OCMW, als het mensen van het coördinatieteam zelf. We hebben ook al online webinars gevolgd van Solentra, waarin wij tips krijgen over hoe wij met bepaalde trauma's kunnen omgaan, hoe wij die kunnen erkennen, hoe wij daar kunnen op reageren. Dan het CAW heeft ons heel recent ook flyers toegestuurd met een individueel aanbod. Ook die hebben wij toegevoegd aan de onthaalmap. En zij hebben ons ook de mogelijkheid geboden om een collectieve sessie te organiseren. En dat is wel een aanbod waar wij graag willen op ingaan, om eigenlijk in de loop van de komende weken dat aan te bieden in het hoflokaal. En daar zijn we op dit moment, we hebben nog geen uitsluitsel over datum, maar dat is dus wel iets wat in de running nog zit. Dan, wat ik ook onder gezondheid en welzijn heb gezet, is de vrijwilligerswerking. Want dat zijn toch ook wel heel belangrijke mensen die heel veel ondersteuning geven aan zowel het coördinatieteam als eigenlijk aan de Oekraïnse vluchtelingen zelf. En we zien dat we eigenlijk op dit moment 62 personen hebben die zich als vrijwilliger hebben aangemeld, waarvan er 22 inzetbaar zijn als tolk. Dat is eigenlijk ook de groep waarop we heel veel beroep doen. Verder
nemen die mensen allerlei andere taken op, hè, van toezicht en begeleiding tijdens noodopvang, ontmoetingsmomenten, tolkopdrachten. Er zijn ook mensen die echt buddy zijn van mensen die ergens zelfstandig wonen, die met die mensen meegaan om hun papieren in orde te brengen, meegaan naar de voedselbedeling, meegaan naar de VDAB, dus echte buddies. En heel binnenkort gaan we tijdens de inschrijvingsmomenten van de VDAB uiteraard ook onze vrijwilligers nodig hebben om alles in goede banen te leiden. We hebben ook al kort, gewoon ter info, om jullie even te zeggen dat we die vrijwilligers ook graag bedanken en dat heel belangrijk vinden om die gemotiveerd te houden. Hebben we ook voor hen op 27 april al kort een keer een ontmoetingsmoment georganiseerd waar zij een stuk taart en een tas koffie hebben gekregen in functie van waardering. Dan het laatste luik is de communicatie. Al die puntjes hebben jullie al kunnen zien in mijn vorige slides, maar ik heb ze hier nog eventjes gebundeld. Dus die onthaalbrochure is al uitgebreid aan bod gekomen. Is toch wel een hele brok, een heel werk. Een goede samenwerking ook met de communicatiedienst van ons lokaal bestuur. Ons centraal contactpunt, wat er nog altijd is. Dus ons contactcentrum waar je nog altijd terecht kan. Ook het coördinatieteam en het centrale mailadres wat vandaag nog altijd is. En ook het permanentienummer dat vandaag ook nog altijd 24 op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar is. Waar zowel de vluchtelingen als de opvanggezinnen als Fed Asiel Brussel terecht kunnen. Onze website, die toch wel tegen de vorige raadscommissie, waar we ook een aantal suggesties hadden gekregen, waar we die ook hebben proberen uit te breiden. Naast die oproep om ons te helpen, waar we ook hebben geprobeerd om wat info te geven over de ondersteuning die wij aanbieden. En waarbij we ook de meeste folders die in de onthaalmap zitten, ook digitaal aanbieden. Dan onze Sint-Truide Solidair. Die proberen we eigenlijk te gebruiken om wat dingen in de kijker te zetten, om bijkomende oproepen uiteraard te doen, want die hebben we ook de laatste weken, hebben jullie die waarschijnlijk wel zien passeren, hebben nog een aantal bijkomende oproepen voor opvanggezinnen gedaan. Maar we proberen via Sint-Truiden Solidair bijvoorbeeld ook de infoavond in de kijker te zetten, de onthaalmap, de interview, de vrijwilligers. We hebben ook al een keer een positief verhaal van een opvanggezin gedeeld. We proberen bijkomende initiatieven, zoals de zitdagen van de VDAB, proberen we eigenlijk via dat kanaal in de kijker te zetten. En dan tot slot de bijkomende oproep voor de opvanggezinnen. Maar zoals ik zei, zijn er maar een aantal bijgekomen. En we hebben ook heel specifiek nog een oproep gedaan naar eigenaars van leegstaande panden. Maar ook daar hebben we tot nu toe weinig reactie op gehad. Oké, voilà. Prima. Bedankt perfect voor jullie aandacht. Dank u wel. Dat was een hele boterham. Een aantal gaan al om 8 uur naar een volgende meeting. Wie heeft een vraag? Peter van Dam, alstublieft, Peter. Ja, Sophie, amai. Vorige keer heb ik het ook al gezegd, dat is maar één woord, denk ik. Wauw, wat jullie allemaal doen met het hele team en iedereen. En hoe uitgebreid we dat uitgelegd krijgen. Ik ga toch nog een paar kleine vraagjes. Is er, normaal gesproken krijgen wij geld voor extra personeel. Hebben wij extra personeel? Of is het voorlopig alleen met degene die wij al hadden? Om dit allemaal mogelijk te maken? Nee, we zijn op dit moment... ik denk dat je het dan hebt over de subsidies binnen het OCMW. Ja, binnen het OCMW zijn de extra aanwervingen volop lopende. Dus dat zijn de subsidies van de POD maatschappelijke integratie. Die zijn hier zelfs niet aan bod gekomen met de subsidies van de Vlaamse overheid. Dat heb ik wel op mijn slide gezet. Daar is ook gaat ook een deel van die subsidies gaan we nodig hebben voor extra personeelsuitgaven. Maar dat is eigenlijk voor bestaand personeel. En dat is dan eigenlijk vooral voor de permanenties die wij tijdens de weekends doen. Maar dus met de extra subsidies van POD maatschappelijke integratie, die aanwervingen zijn op dit moment volop lopende. Oké. Mensen die huur krijgen, ik heb die vraag al eens gekregen, moeten die dat op hun belastingaangifte doen? Moeten die daar belasting op betalen, ja of nee? Wanneer zij een huurovereenkomst sluiten, wanneer ik goed geïnformeerd ben, is dat wel een extra inkomst, ja. Ja. Okay. Ja. Dus, maar je kan ook kiezen voor een opvangovereenkomst. En dan doe je enkel een doorrekening van de kosten. Maar dan zijn het niet die bedragen uit die tabel. Ja. Maar inderdaad, als je huur vraagt, een huurovereenkomst, natuurlijk, die bedragen liggen wel niet zo hoog, hè, Peter.
Dus dat valt wel nog mee qua fiscale gevolgen. Hè? Ja. Maar ja, dat zijn wel huurinkomsten. Dat zijn dat wel officiële sowieso, huurinkomsten, ja. Oké, okay. Goed, dat was het voorlopig. Dank u. En proficiat nogmaals, hè. Dank u. Ik zie dat Bert naar een volgende vergadering moet en die vraagt om het over te nemen. En ik zie dat collega Stas nog vragen heeft. Ja. Ja, dag Sophie. Bedankt voor de uitleg. Het was weer omvattend en heel interessant. Ik heb wel goed geluisterd. Ik heb een aantal vragen, zowel over je uiteenzetting en dan nog een paar andere. In de cijfers die van mensen die binnenkomen, zijn er ook al gegevens over terugkeerders, mensen die terugkeren naar Oekraïne? Die heeft Nathalie wel. Want ik heb die al eens ergens gezien. Er waren er inderdaad al een aantal die teruggekeerd zijn. Ik kan u nu geen cijfer geven, Gert, maar ik zal het noteren en ik zal het bezorgen. Jij gaat ook, jij zei ook dat er meer mannen dan vrouwen zouden... Dan heb ik me vergist. Er zijn meer vrouwen dan mannen. Oké. Dus de cijfer, eigenlijk de verhoudingen van de eerste slide in de inleiding, waarbij je op nationaal niveau zag... zijn het meer vrouwen dan mannen? We zien diezelfde verhoudingen op lokaal niveau. Dus dat trekt zich wel door, ja. Excuses. Ik heb ondertussen ook van heel veel... Ja, ik heb nu 5 mensen die gezinnen die mensen opvangen. Ik heb soms rondgehoord. Die bundel die ze in het begin krijgen, die staat heel informatief. Heel veel in. Maar natuurlijk, dat is zo één moment waarop dat komt. En dan krijg je ineens een heel map. En er wordt eigenlijk weinig uitleg meer gegeven, omdat dat ook heel gevarieerd is. En eigenlijk zie je dat dat ergens aan stof ligt te vergaren. En dan weten die mensen niet meer wat er eigenlijk allemaal is. Dat blijkt elke keer terug. Die stellen mij dan vragen die eigenlijk ook in die infobundel nog staan. Of niets meer. Dus ik denk wel dat daar een soort... En dan kijk ik naar uw website bijvoorbeeld. Want eigenlijk zijn die Oekraïners verder dan ons in dat digitale verhaal. Degenen die tot hier zijn geraakt op dit moment, zijn eigenlijk zelfs soms verbaasd dat ze nog naar het stadsloket moeten gaan voor van allerlei papieren. Daar gaat ook in Oekraïne rapper, zeggen die dan. Omdat die een inhaalbeweging hebben gedaan natuurlijk en heel snel eigenlijk digitaal zijn gegaan. Ik denk eigenlijk dat nog altijd ons digitale verhaal en communicatie te weinig is momenteel. Zegt je van, ja goed, die informatie staat op onze website, dat klopt. Dat is eigenlijk gewoon de pdf'en die zijn geüpload met die informatiemappen. Eigenlijk is dat gewoon een pdf die je moet openen, waar je daarin moet gaan scrollen. Ja, op zich is dat, ja goed, die informatie is er, maar ik denk dat het toch veel dat moet kunnen om bijvoorbeeld met een zoekfunctie te werken, dat eigenlijk dat die website veel, ja dat eigenlijk een website wordt. Nu staat dat is eigenlijk een stockageruimte waar je je pdf'en kunt zetten. Dat is geen echte website natuurlijk, dat die functioneel is, die laagdrempelig is. In 2 talen bijvoorbeeld. Ik denk wel dat daar nog echt wel kan verbeteren. Zeker omdat het altijd ook met meer en meer wordt. En dan kun je eigenlijk met een zoekfunctie hun op het moment dat ze dat nood aan hebben, gaan kijken waar dat is. Ook door alle verschillende niveaus, Vlaams, Federaal, Sint-Truiden. Ja. In verband met de... Ik ben wel ontgoocheld in de eerste lijnzone die zegt van ja, we gaan dat gewoon doorschuiven naar de huisartsen. Omdat die na COVID toch precies al genoeg niet meer veel werk hebben. Dus we gaan nu de huisartsdag doen. En ik vind vooral het feit die screening, zoals jij mij dat hebt gezegd, is eigenlijk niet verplicht. Die is vrijwillig dat ze naar de huisarts zouden gaan. Moeten zij de huisarts betalen dan? Hetzelfde als wij dat moeten doen. Tramgeld. Okay, dus, voilà. Dat is een drempel. Terwijl, en ik kan me inmiddels dat nu nog niet zo erg is, maar degenen die nu gaan komen, die hebben dikwijls in kampen gezeten. Die hebben bijvoorbeeld aan de Poolse grens in opvangkampen gezeten, waar heel veel volk bij elkaar zit. En nu maken die dan een overstap. Degenen die nu zijn gekomen, zijn eigenlijk rechtstreeks uit Oekraïne gekomen, omdat die mensen wisten, de cijfers tonen het ook aan, dat de meesten eigenlijk naar hier zijn gekomen, die wisten al naar waar ze moesten gaan. Dus die zijn rechtstreeks gekomen. En degenen die nu later komen, de kans bestaat, ik verwacht dat zelfs, dat die echt eerst in opvangkampen hebben gezeten en nu de stap maken. Waardoor bijvoorbeeld TBC wel echt een gevaarlijk is, dat komt daarvoor. Die hebben dan allemaal samen daarin van die kampen, in kampen gezeten. Dat zal wel goed zijn, maar we zitten met heel veel op elkaar. En dan komen die hier aan. Het moet maar ene zijn die het heeft. Het gaat rond in heel Sint-Truiden. En iedereen zegt, ja, die Oekraïners moeten we niet meer hebben, want die hebben TBC. Dus ik denk toch, ik zou toch proberen met die screening daar toch feller werk, toch meer druk achter te zetten, laat ik het zo zeggen. Dat die, en die drempel zo laag mogelijk te krijgen. Want de kans is klein, maar het risico is groot eigenlijk als het dan toch moet zijn. Dat is toch nog wat ik
Waar moest ik nog? Ah ja. In het algemeen merk ik ook, wat de opvangers ook zeggen, is dat de opvang en het aanbod, en ik snap van waar dat komt, heel veel gericht is op lage scholen. Omdat wij ook de gewente natuurlijk hebben, en de VDAB, en alle, ook bij ons de dienstintegratie, zijn eigenlijk, gaat heel veel uit, dikwijls van laaggeschoolde mensen die hier arriveren, en dan hop, die in het vooruit, of kuisvrouw, of terwijl de Oekraïners die hier zitten, heel dikwijls juist hoger geschoold. Waardoor eigenlijk dikwijls de manier waarop we daarmee omgaan, eigenlijk niet op maat is van juist die mensen. En elke bijvoorbeeld de VDAB, hè, dus we hebben eigenlijk gezegd, ik ken dan een paar die naar de VDAB zijn gegaan, na 27, hè, die afspraken maken, dossier aanmaken, dat is heel, heel hoogdrempelig eigenlijk, qua formaliteiten. Dus die komen dan uiteindelijk bij de VDAB, en dan zegt de VDAB, ja, oké, dus dat kun je al. Maar dan zegt hij, ja, maar ja, dat staat ook allemaal op de site. Ik heb dat allemaal al kunnen zien op de site van de VDAB. Wat kunt je mij extra vertellen? Ja, niks eigenlijk. Ik denk dat collega Stas weggevallen is, ja. Of is het alleen bij mij? Nee. In afwachting, ik zie dat Klamieke... Wacht, Gert is terug. Ah ja, hij is terug. Dus dat laag er. Ik zal nog een ander voorbeeld geven. Een Oekraïense die vertaler tolk is, Engels-Oekraïens, dus die heel nuttig zou kunnen zijn, had zich opgegeven om te komen helpen. Hij valt weer weg. Contactmomenten. Die weten, ik ben vertaler Engels-Oekraïens. En dan kwam die daar en dan werd hij gezegd, ja oké, jij mag de koffie serveren. Je hebt iemand die eigenlijk super belangrijk is, die super goed werk kan leveren, maar we gaan er gewoon vanuit, we gaan die koffie laten serveren. En ik denk daarom dat het belangrijk is, als je die criteria, want je hebt eigenlijk een heel deel informatie die je van die mensen opleist, hè, of ze strafblad hebben en zo, maar dat zijn eigenlijk allemaal negatieve criteria, van wat ze allemaal misschien, waar ze een gevaar zijn. Maar ik denk dat we ook moeten proberen die mensen te leren kennen en waar ze goed in zijn, om ze ook goed te kunnen plaatsen en ze op de juiste manier te behandelen. En dan denk ik dat daar nog beter gaat zijn. In verband met degene waar het fout is gelopen, de verplaatsingen, heb jij zicht op de redenen waarom dat uiteindelijk zoiets niet goed afloopt? En daar wordt gezegd, we gaan, het stopt hier. En zijn die mensen bereid om opnieuw mensen te nemen? Of is dat gedaan? Hoe zit het daarmee? Ja, ik hoop dat iedereen goed mij verstaat. Ik heb hier een slechte verbinding. Maar Ja, goed. Antwoord ik, Nina, op hetgeen? Ja, oké. Dus qua de website, ja, stel ik voor dat ik even met de dienst communicatie bekijk wat daar de mogelijkheid is om die interactiever te maken. Nu, even ter info, die is wel beschikbaar, ook in het Oekraïens. Hè? Dus de meeste dingen. Dus het is niet zo dat die enkel in het Nederlands beschikbaar is. Het zijn dan misschien inderdaad PDF's die daarop terug te vinden zijn, maar ze zijn ook wel degelijk in het Oekraïens terug te vinden. Wat ik ook wil zeggen is dat mensen op die infoavonden ook altijd nog welkom zijn. Dus we hebben ook mensen dat soms een tweede of een derde keer terugkomen, omdat ze graag eens willen komen horen wat is er nieuw onder de zon. Dus ook voor die mensen, het is niet zo dat als je al eens op een infoavond geweest bent, dat je geen tweede keer niet meer mocht terugkomen. Dus je mocht gerust nog eens terugkomen en dan kun je daar eigenlijk heel specifiek, want ik begrijp dat als mensen toekomen, lijkt alles duidelijk en komen de vragen soms pas na x aantal tijd. Maar ook dan zijn die mensen ook nog opnieuw welkom op de infoavond. Dan over die medische screening. Is het eigenlijk zo dat een beslissing is van de Vlaamse overheid om die verantwoordelijkheid bij de huisartsen te leggen. Dus het is eigenlijk niet de eerste lijnszone dat beslist heeft, want de eerste lijnszone was eigenlijk op zich vragende partij om dat in handen te nemen. Maar het is eigenlijk de Vlaamse overheid die dat bij de huisartsen heeft gelegd en die ook een subsidie aan de huisartsen heeft toegekend om dat op te nemen. Dus even de verduidelijking. En het is ook eigenlijk op, ik ga toch wel zeggen, op een beetje aandringen van het coördinatieteam, dat de eerste lijnszone eigenlijk die vergadering op 9 mei heeft samengeroepen. En ik heb daar eigenlijk echt wel geprobeerd om het belang van een zorgpunt te benadrukken, omdat ik inderdaad denk dat het centraliseren van dergelijke screenings op één plaats naar analogie van bijvoorbeeld het vaccinatiecentrum, dat zeker zijn voordeel heeft, maar men voelt die nood op dit moment niet.
Dus men heeft het gevoel dat de huisartsen het nog allemaal aankunnen en dat het op dit moment niet nodig is. En dat zou natuurlijk ook willen zeggen dat de huisartsen dat penhouderschap en die subsidie zouden moeten overhevelen naar de eerste lijnzone. Dus dat te verduidelijken. En dan over de focus op lager geschoolden. Is het eigenlijk zo dat ik denk dat het toch wel een opdracht is van de VDAB om iedereen een aanbod op maat te doen. En dat het ook de bedoeling is tijdens de zitdagen om die mensen ook naar andere vacatures toe te leiden. Maar inderdaad, het is wel een feit als je kijkt op de vacatures hashtag werkplekvrij, zijn dat inderdaad vaak vacatures voor lage scholen. Maar ik veronderstel dat het toch wel de taak is van de VDAB om jobs te zoeken naar gelang mensen hun capaciteiten. Dus ik weet ook niet of het zinvol is om dat allemaal in onze databank te gaan registreren. Want daar moet je toch ook al wel speciaal voor opgeleid zijn om mensen te screenen van welk taalniveau hebben die, wat zijn die hun capaciteiten, wat zijn die hun competenties. Dus allee, dat zou ik graag eigenlijk aan onze professionele partner VDAB overlaten. En dan over de herplaatsingen zien we inderdaad gewoon dat het vaak is, ik had het onderschat, het is wat druk. Of dat er eigenlijk geen goede verstandhouding met de mensen is. Ja, dat de bepaalde mensen, bepaalde afspraken die er in de opvangzinnen gelden, niet nakomen. Of dat het gewoon te veel is, te druk wordt. En we hebben dan zowel opvangzinnen die afhaken en die vragen van herplaats die mensen. Sommigen stellen zich opnieuw kandidaat. Dat is dan vooral wanneer de verstandhouding met die bepaalde mensen niet goed liep. Ja, wanneer opvanggezinnen gewoon zoiets hebben van het is ons toch iets te druk, ja, dan stellen ze zich niet opnieuw kandidaat. Dus daar heb je eigenlijk wat variatie in, om het zo te zeggen. Goed. Sophie heeft het allemaal heel, heel uitvoerig beantwoord. Ik kan het alleen maar beamen. Ik wil daar enkel nog aan toevoegen dat we sowieso nooit a priori ervan uitgaan dat we met lage scholen te maken hebben en we mogen dat ook niet voor algemeen hebben. En het is niet zo dat als er een Oekraïense vertaalster afkomt dat ze a priori en enkel en alleen als koffiedame gaat beschouwd worden. Ik was er zelf bij 22 april op die toelichting met de kinderen en we hebben die een uitleg samen gedaan. Dat was een group effort, ik, Jeroen Kops en een aantal dames van Oekraïense afkomst. Ik bedoel, iedereen helpt iedereen waar het kan, hè. En we gaan geen labels a priori geven, voor zover dat ooit een situatie is geweest. Ik zie dat collega Klaas ook een vraag heeft. Dank u, Nina. Sophie, bedankt voor de uitleg. Heel knap gedaan met heel het team op zo'n korte tijd. Je hebt even uitleg gegeven over de schoolplichtige kinderen. Hoeveel kinderen al ingeschreven zijn op de scholen en dat er nog 3 of 4 kinderen niet zijn ingeschreven. Je hebt dan even gesproken van ja, die volgen nog Oekraïns afstandsonderwijs. Maar is dat dan puur vanuit de insteek dat die mensen verwachten dat ze spoedig gaan terugkeren? Of zijn er nog andere argumenten die zij gebruiken of dat het te hoogdrempelig is? Of ligt het puur aan het feit dat ze verwachten terug te keren? Daar kan ik al meteen eigenlijk op antwoorden. Daar zijn er 4 kinderen. 1 ervan is een meisje dat in het 5e middelbaar zit. Maar 5e middelbaar in Oekraïne is het laatste jaar. Dus ze studeren af naar 5e middelbaar. En ze zegt, het is voor mij veel belangrijker om mijn diploma daar te behalen. En ze zegt, onze online lessen die gaan in de voormiddag allemaal door. Nu, ik heb gesproken met Els van der Aarde, coördinatrice van OKAN. En ze probeert zo'n 1-op-1 oplossing te vinden, zodat die kinderen dat niet hoeven te missen. Maar nu in dit geval maakt dat meisje resoluut een keuze van ik ga mijn middelbaar daar afmaken. En als ik in september nog altijd hier ben, dan zien we wel. Ja, wat ik eigenlijk wel snap, je moet ook de tijdstip in het schooljaar bekijken. Hè. We zitten bijna eind mei. Ja, je kunt ze niet zeggen voor 1 maand hier in juni. Moet je per se het schooljaar daar... Een moeilijke timing. Het is altijd wel leerplicht, hè? Niet schoolplicht, leerplicht. Mm-hmm. De 3 andere kinderen zijn 3 kinderen in 1 gezin, waar Jeroen Kops eigenlijk heel intensief contact mee probeert te leggen, zodat ze toch nog naar school gaan. Mm-hmm. Om hen eigenlijk op de voordelen te wijzen. Ja, want uiteindelijk hè, van maart, april, mei tot september, ja, dat zijn al heel veel maanden dat je... Ja, ja. Maar je moet weten, die zijn nu aan instromen pas 2e week na paasvakantie, dus dat was al bijna tegen eind april. Ja. En daar is het eigenlijk de kwestie om te laten zien dat er eigenlijk wel degelijk voordelen zijn. Dat de kinderen nuttig gaan bezig zijn de ganse dag. Hè. Ja. Oké, merci. Sophie, kun je het nog aanvullen misschien? Dat was volledig, nee. Dank u.
Peter, had je nog een vraag of is dat handje gewoon blijven staan van de vorige keer? Nee, het handje is blijven staan. Oké. Okay. Voilà, nu is het mee. Dan hebben we alle vragen gehad, denk ik. Ik zal heel kort proberen zijn. Het enige nog, waar we nog niet, is taal. En dat blijkt een grote vraag te zijn. En ik vind het ook wel spijtig. Het agentschap, dat die zegt, ja, ik kan dan moeten er naar Hasselt gaan. Anderen die zijn eigenlijk onverrichter zaken. Degene die dingen volgen bij ons bij inburgering, ja, eigenlijk is dat meer zo praten. Dat is eigenlijk ook weer op een ander, ja, dat is echt niet echt les. Taal, dat is meer zo rond de tafel zitten praten. Wat ook voor sommigen goed is, voor anderen weer niet. Ik denk, is er geen mogelijkheid om zelf meer in te zetten op taalonderricht? Of is dat iets wat we toch niet gaan doen? Ook daar, we hebben gemerkt dat er inderdaad vraag was naar taalkursussen van een aantal dames. Hè. En dan heb ik zelf naar die mensen bij PXL gemaild. En die hebben, ik moet zeggen, heel snel op die dag zelf hebben ze al geantwoord. Van kijk, we hebben plaats, laat ze maar komen. Dat zijn echt plaatsen voor mensen die intensief en snel willen vooruitgaan. Hè. Op een bepaald niveau kunnen ze dat in Hasselt doen tot het einde van het schooljaar. En dan hebben we echt, ja, Sofie die probeert elke dag, denk ik, bij agentschap erop aan te dringen dat we ook hier in Sint-Truiden cursussen kunnen inrichten. En ze zeggen niet dat ze dat niet gaan doen. Hè, nee, maar nee, ik vond dat de logistiek allemaal wat tijd. Ze gaan dat zeker doen, ja. Voilà. En in tussentijd proberen we wat wij hebben van aanbod, zoals vriendentaal en alle andere activiteiten, om die aan te bieden aan de mensen. Want er zijn ook al wel mensen die Nederlandse les volgen. Ik had wat cijfers opgevraagd, maar ik heb die niet op tijd ontvangen. Anders had ik die hier vandaag ook kunnen meebrengen. Dat was ook interessant geweest om eens te weten hoeveel mensen. Want er zijn al wel Oekraïners die ook Nederlandse les volgen. En het agentschap is zeer zeker bereid om extra lessen in te richten. Dus dat is het probleem niet. Maar zij zeggen, ja, maar er is tot nu toe niet veel vraag. Het is daarom dat ik zeg van, de nadruk moet nu liggen op de toeleiding tot de inschrijving bij het agentschap. En wanneer daar veel inschrijvingen toekomen, gaan zij extra cursussen inrichten. Maar tot nu toe hebben mensen precies de weg nog niet gevonden tot het agentschap. Het is daarom dat ik benadruk dat ik denk dat we daar gewoon de komende tijd heel hard moeten op inzetten. Ja, en we hebben allemaal onze eigen core business op elk niveau. Hè. Wij op lokaal niveau, we hebben onze 6 formules die uitgeprobeerd zijn, waarom we weten dat kunnen we. Zoals die echt interactieve oefeningen. En dan heb je agentschap die klassikaal les geeft. Dus we gaan die pistes proberen te bewandelen tegelijk parallel. Zijn er nog vragen? Dan denk ik dat ik namens iedereen mag spreken als ik zeg dat Sofie het fantastisch doet en dat we haar bedanken om haar avonden telkens op te offeren voor ons. Met veel plezier gedaan om jullie uitleg te geven. Collega's en tot binnenkort. Ja. Ja, merci allemaal. Dag. Dag.